Welkom bij Spooky 1611. Dit is een andere one. Oh! Oké, daar is later. Hoi! Ah! Oh, ik heb hem! De paas is op zich wel redelijk, weet je. Ja, een mooie aansluiter. Nou, wat skins of liefde. Mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Vandaag is het tijd om weer even lekker te chillen, wat meer op de latere uren van de avond. En vandaag ben ik van plan om eerst even trombone te spelen, want holy fuck, ik had dat nog niet gezien, maar ik heb dat gedeeld op mijn Discord. Dat is super funny en ik ben benieuwd hoe dat werkt. En mogelijk daarna nog even wat Fall Guys spelen. Want ik heb wel die Season Pass, dus ik moet wel doorspelen. Nou speel ik best wel veel op de Steam Deck, zo nu en dan. Op de Steam Deck hebben we hier, kunnen we heerlijk Fall Guys spelen. Daar speel ik redelijk wat potjes op om die Battle Pass in ieder geval te finishen. En dan zullen we allemaal gaan meemaken hoe en wat. Ja. Ik hou van deze intro, by the way. Mag ook gezegd worden. Ja? Vind je mooi? Ja, ik heb al heel lang dus dezelfde, alleen... Er komt nu echt, ja, dat zeg ik heel vaak, maar er komt een punt dat dat wordt veranderd. Maar mogelijk wel met dezelfde muziek en zo, hoor. Mogelijk wel met dezelfde muziek, dus dat komt helemaal goed. Hey Sander, hoe laat komt... Er komt een punt. Ja, er komt een punt dat er een nieuwe komt. Er komt een punt dat er een nieuwe komt. Even kijken hoor. Hoe laat komt de nieuwe Team of the Week op eFootball? Dat komt morgen. Komt dat. Ze gaan altijd de servers offline gooien om 4 uur 's nachts. En dan ongeveer om 9 uur 's ochtends. Of 10 uur 's ochtends. Of 11 uur 's ochtends. Of 12 uur 's ochtends. Iets rond die tijd. Dan komen ze weer online. En dan heb je een nieuwe Team of the Week. Nieuwe Epic kaarten. Dat soort dingen allemaal. Dus moet je nog even een nachtje voor slapen. En dan heb je de nieuwe weer. Nou, knuffelbeestie, de TikTok over jou, die is flink verbeterd. Want ineens is nu dus de TikTok die ik echt heel snel had gemaakt. Ik dacht, gewoon grappig. Die is viral gegaan. En op mensen hun For You page gekomen. Dus in plaats van de 8000 views, wat een stuk meer was dan die andere TikToks. Want ik ben net begonnen met TikTok. Op hoeveel staat hij nu? Heeft die Red Bull... Want ja, het is Ferrari tegen Red Bull weer. Heeft 108.000 views. Dus dat is 100.000 views meer. Het spijt me. Maar het is waar. Dus ineens krijg ik allemaal followers erbij. Ik weet niet hoe TikTok precies werkt allemaal hoor. Maar ja. Is gewoon een goede clip. Easy. 108.000 views heeft dat nu. Dus Red Bull wint weer van Ferrari. Want jouw clipje ging over Ferrari. En dit clipje ging over Red Bull. Ja, met 100.000 views. Sorry man, het spijt me. Je bent niet meer de populairste clip van de klas. Nee, ik wil vandaag even kijken wat Trombone Champ allemaal doet. En dat is een ritmespel waar je op de ritme moet blijven. Maar waarbij je trombone speelt. Tja, dan is FA-manager wel populair. Ah, valt mee, valt mee. Je krijgt niet zomaar dingen op de For You page. Dus wij gaan dat even bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. En als dit snel
grappig is, maar dat was het. Dan spelen we natuurlijk even Fall Guys. En wie weet is dit zo grappig dat ik gewoon denk... dat ik het epic vind. Hello, this is your captain speaking. Hey! Robin! Aye aye, captain, I can't hear you. Aye aye, captain. Oh. Dit klinkt al best lekker. Hoor je dat? Geen joking alert, please. Robert, goedemorgen, Tagras. Tagras? Goedemorgen. What up? Alright, choose a safe slot. Zullen we 1, 2 of 3 kiezen? 1, 2 of 3? 3 voor de vibe, ja. Ik doe altijd 1. Maar waarom... Oh my god, Jezus. Maar waarom kiezen we altijd 1? Dit staat een beetje hard. We gaan trombone spelen. Hey. Polletje? Ja. Waarom moet je daar een pol voor maken? Daar hoef je helemaal geen pol voor te maken, joh. Oh my god. Er zit helemaal een verhaallijn in. I'm warming up my big trombone. Ja, dat is niet iets wat Baten kan zeggen. One day you will rend the very fabric that binds this land. But until that day comes, you must toot. You must toot. Toot your trombone, brave soul, and you may yet become the trombone champ. Lekker blazen. Wie is er goed in blazen? Dat lijkt me best moeilijk. Welcome to Trombone Champ. Choose play to play the main game. Oké. Okay. Doet. Jezus, waarom staan al mijn games ineens op 4K? Ga even op 1440p. Ik heb toch geen 4K scherm. Ik weet dat hij dan ook op 4K kan. Maar vind ik heel irritant. Om mezelf en anderen niet te schaden, doe ik hier geen uitspraken over. Oké. Okay. Annoyances. Funny jumpscare. Wat? Funny jumpscare on? Dat is helemaal niet funny. Je weet hoe kut ik jumpscares vind. Dat moet on blijven. Echt? Nee joh. Baboon quality? Baboon preference. Oké, ik hou het wel on. Maar ik heb wel het geluid wat zachter. Ja, meer dan genoeg, denk ik, of niet? Nou, doe maar iets harder. Tikje harder. Groen! Oké, let's go. Choose your tromboner. Wat is nou weer een tromboner? Oh, ik lees het niet pas goed. Wacht even, even recover hiervan. Oké, ben er weer. Oh, ik kan nog poppetje kiezen. Oh, nice. Dat is wel cool. Fucking hell. Ik wil hem. Oh, dat kies ik al. Dick tromboner? Lekker baarlaas op de trombone. Oh, dit is mijn trombone. Oh, die klinkt best lekker. Holy shit. Zet een goed geluid op. Nou, let's go. Oké, we moeten eerst de warm-up gedaan. Die heb ik toevallig gezien vanmiddag. Oh, ik heb zelfs een hexagon hier. Dat zie je niet, maar ik heb hier zelfs een hexagon. Zoals in PES. Vroeger. Pro Evolution Soccer. Maar we moeten dus een warm-up ding doen. En die heb ik gezien. Ik weet alleen niet waar ik precies moet. Ja, ik moet met mijn muis naar voren en naar achter.
Nou, dat is makkelijk. Press the left mouse button or any key to toot. Using the keyboard may be easier on your wrist. Oh! Kan ook een van die knopjes. Alright. Een gekke pentagram. Nee, dat is een hexagon. Of is dat het, de Nederlandse vertaling? Je krijgt ook een champ meter. Dat bouwt combo's en increase je champ meter voor big points. Voor big points op de tromboner. Ik moet gaan, ik ben al in mijn dorp. Oh, nou, lekker slapen, huh? Dat is niet wat ik wou zeggen. Veilig thuis. Veilig thuis, hè? What's the breath meter? If you hold a note for too long, you will run out of breath. Oh. Most of all, have fun. Oh, wij gaan echt... Ja, ik weet dat je niet gaat slapen. Ik ben het woord even kwijt. Ik ben helemaal in de war van mijn tromboner. Veilig thuis, hè? Veilig thuis. Laat even weten als je goed thuis bent. Volgens mij was het Pentagon... Het Pentagon... Alright, let's have some fun. Dit kan ik. Denk ik. Oh. Oh, je moet... Dat is... Het is verkeerd om. Het is inverted. Dat vind ik heel moeilijk. Nou, dit klinkt wel mooi. Komt-ie. Hé, hey, dit was wel goed. Dit is sowieso een A. Oh. Yo, dit is vet gevoelig. Maar dit is verkeerd om. Dus omhoog met je muis. Nee. wacht maar. Kan je dat ook inverted spelen? Dat lijkt mij makkelijker. Yo, dit is veel cooler dan Guitar Hero. Oh, kijk, hij staat dus op inverted standaard. Ik doe not inverted het liefst. Ik denk dat ik het dan makkelijker kan. Oké, okay, we moeten andere trombonen uitspelen. Oh, kijk. Classic folk song. Commonly sung on New Year's. Oh, Canada. God save the king. Holy shit. Zullen we die voor de queen doen? Oh, dit is... Vooral die laatste noot gewoon. Game is wel fucking up to date, of niet? Die, kijk, wat laat dit allemaal zien? Hoeveel slides, hoeveel dudes, hoeveel spunk, hoeveel tears? Veel tranen, man, van deze. Oké, hier komt ie. Mijn renditie van God Save the King. Ik kan dit. There are between 2 and 4 spiders... Wat? Ik ken het tweede refrein niet. Couplet bedoel ik. Jezus. Dikke Doritos. Oh, what the fuck is dit voor achtergrond?
Hey, die was mooi. Die was goed. Dit is een S. Boom. Tromboner en de Big Ben. Goeie combinatie inderdaad. Ik ben een S. Ik had 50 perfectos, 20 nices. Ik had 8 okay's. Ik had 2 mass en ik had 2 nasties. Was ook best wel nasty hoor. Ik had even eentje, daar ging hij... En dat is niet zo goed als dat zo gaat. Oh, dit was maar 2 sterren difficulty. Holy shit. De tromboner, die kan wel wat harder. Let's go. God Save the King was wel mooi. Wat is dan moeilijk? Dit is 2 sterren difficulty. Oh, Beethoven's Fifth. Kan je dat ook previewen? Dan weet ik weer hoe en wat. Nee, kan niet. Nou ja, maakt niet uit. Dit kunnen we ook wel, de Beethoven's Fifth. Welke is dat? Is dat tu-tu-tu-tu of is dat iets anders? Oh, kijk, daar hebben we hem. Ik raak het weer. Ik ben veel te vaak aan het klinken. Dat lukt me. Dat lukt mij niet hoor. Oh, was dat wel een B? Oh, dat vond ik dan nog redelijk. Oh, dat gaat mij niet lukken. Oh mijn god, dit is niet goed voor mij. Dit is niet goed voor mij. Oh mijn god. Een B van Best I Have Ever Heard. Ja, wat, klonk hij een beetje als origineel? Was hij een beetje goed, chat? Oh mijn god, ik ga hier heel goed op, kan ik je zeggen. De B van Beethoven. Hé, hey, ja precies. We hadden die ode moeten doen. Oké, maar dit is dus met nog 3 sterren te gaan. Kunnen we ook de ska-beurt? Is een ska-song? Because everyone online seemed to want one. Are you happy now? Oh. Oh my god, The Stars and Stripes. Dat is toch het volkslied van Amerika. Die is nog moeilijker dan Beethoven's Fifth. Deze wals is een van de populairste pieces. We gaan iets makkelijker doen, eerst even. Misschien ken ik hem hoor, maar ik weet het even niet. What the fuck? Oh! Pa. Hoppakee, Doritos. Ha ha ha.
Nee, gaat best goed. Dat is een mooie renditie, hè, met mijn tromboner. Vinden jullie niet? Oh my god. Dat was echt mooi. Ik heb hem bijna op A. Oh, ik heb ook deze op de B. Van Blue. Jammer. Ging net niet goed genoeg. Dit was een stuk makkelijker volgens de difficulty. Nou, ik vond dit best moeilijk. Oh my god, wat heb je hier allemaal, joh? Poeh. Dit is heftig. Oh, dat was het ook gewoon, of niet? Oh nee, niet. Baboons? Die heeft heel veel slides. Is meer sterren niet moeilijker? Ja, meer sterren is zeker moeilijker. Ik deed even iets makkelijker. Want degene waar we net B op hadden, was deze. Dus hier is een stuk meer sterren. A van Aguila? Ken ik dat? Of is dat Hava? Ik wist niet dat een Aguila, dat je dat zong. Ik deed altijd Hakia of zo. Oké, let's go. Dit is mijn reditie. Oh, kut. Ik volg het niet meer. Ik ben mijn brein kwijt. The worst thing ever! Dat was de worst one. Oh, toch nog B. Oh my god. Met die slides. Dat betekent slides dus. Dat je moet sliden. Oh my god. Dit is... Dit was heel moeilijk. Maar dit is maar 4 sterren. Oh my god. Dat was niet goed van mij. Holy shit. This piece have been widely used and widely parodied. William Tell. Die heeft veel slides. Oh god, en die is super moeilijk. Waarom was die niet moeilijk? Deze is nog moeilijker. Oh, deze is gewoon een attempt van de maker zelf. Oké. Nou, het is tijd voor het Amerikaanse volkslied, denk ik. Wat is dit? Electronic track. Met heel veel slides, dudes, punk en fury, weinig tears. Holy shit. Je hebt 20 nummers, zo te zien. Nou, dat duurt nog wel even.
entertainer. Stond dat erbij? Wat is entertainer? Oh. Huh? Waar gaat dat nou naartoe? This piece performed solo or sold as rolls for automated player pianos sound much better with the addition of a trombone. Oh. Is dat als je zo die automatische knoop ja, die heeft heel weinig spunk, heel weinig slides en heel weinig doets, maar wel heel moeilijk. Ik weet niet of ik deze ken, though. En misschien moet je hem eigenlijk wel echt goed kennen. Ik word steeds slechter in dit spel ineens. Vonden jullie hem wel mooi? Ja, dat was mijn versie. Ik denk dat de trombone een goede toevoeging was. Oh, ik kan niet meer. Ik kreeg er gewoon hoofdpijn van. Ah, je kan hem ook wat trager doen. Oh my god, tijd voor het Canadese volkslied voor onze Canadese matties. Ja, is dat wat moeilijker of wat makkelijker? Hoe heet dat ook weer? Oh, Canada? Ik weet niet of oh, Canada, ken ik die? Ken ik Oh Canada? Oh, de lyrics staan er ook onder. True patriot love.
in beeld. Oh my god. Dat is moeilijk, man, om bij te houden. Dat is echt heel pittig. Dat is echt meer dan... dat is pittiger dan dat je denkt. Wat is Gladiators? This has become one of the most widely known pieces of circus music. Nu het Wilhelmus, die zit er niet bij. Deze ziet er heel moeilijk uit. Hebben we ook nog eentje die een beetje op de helft is? Ja, de ska-bird, maar dat is ska-muziek. En William Tell? Heel moeilijk. Het UK volkslied hebben we gedaan. God Save the King hebben we op S. Canada hebben we op S. Dit ziet er heel moeilijk uit. Dit ziet er ook heel moeilijk uit. Sugar Plum Fairy is een beetje in het midden. Is een ballet. Ballet? Ballet. Oh, deze is heel bekend. Oké. Okay. Trombone Fuerte moet lukken. Die doen we zo meteen wel even, maar dat gaat mij niet lukken. Deze gaat mij wel kunnen lukken. Als ik hem ken. Oh, tuurlijk ken ik dit. Dat is Harry Potter muziek. Holy shit, bijna S, jammer. Hey, het klonk mooi in mijn opinie. Het had een echt goede sound gewoon. Maar we earnen hier dus constant toets mee. Kan ik ook een nieuwe tromboner kopen? Of zo? Want dit is allemaal locked. Zo, hallo. En dit andere? Oh ja. Hornlord. Slecht totaal niet. Oh, hij was niet mooi? Hé, maar hoe unlocken we die shit, denk je? Ik wil dingen unlock. Advanced info. Nee, doe maar niet. Collect. Wat is collect? Welcome to your collection. Play the main game to earn toots and then spend them on tromboner cards. Geef me een sack van toets. Hoeveel wil je er? Ik wil er 7, I guess. Oh my god. Oh my god, ik krijg een zakje met dingen. Pack opening. Oké. Okay. Moeten we eentje kiezen of mogen we ze alle vier... Mussorgsky, een Russische composer. Sergei Pro... Gewoon alle fucking klassieke componisten. Dikke kaarten van. Zoals, maar dit is allemaal Russen. Dat kan het niet, hè? Dat is een Amerikaan. Dit is Algrijs. Een jazz-trombonist. Oh, dit zijn allemaal trombonisten en componisten. J.J. Johnson is ook een Amerikaan. Oké, okay, nice. Nieuw tasje.
Ja, precies, Nibor. Precies. Precies. Dit is Babi. Hm? This ancient Egyptian deification of the Ham... Wat? Oké. Okay. Is nog steeds... And is very relevant to this trombone game. Waarom is dit relevant voor dit spel? Hot dogs. What the fuck? Holding these imbues, one with power? Elke composer zijn favoriet, hot dogs. Gustav Holt, een Engelse composer. What the fuck? Hot dogs 48%. En een Amerikaanse jazz trombonist, Tommy Dorsey. Netjes. Fixed. Alright. Rimsky-Korsakov. This Russian composer who infamously wielded two last names in order to double his power level was a master of orchestration. And slide. That's the funny part of the trombone that goes in and out. The note goes up, the note goes down. Without this, you don't have a trombone. You just have a trumpet. Disgusting. Meer dingen zou slides moeten hebben. Oké, dat wist ik niet. Legendarische Jamaicaanse ska-trombonist met een troubled history van mental illness and murder. Ultimately ending with his death at Bellevue Asylum. Oeh. En Glenn Miller uit Amerika. Hij was de band... He was trombonist en bandleader. Extremely populair in the early 1940s. Moet je Rimsky-Korsakov aflezen? Was a master of orchestration and could eat a whole lot of hot dogs, although the exact number is unknown. Dat hebben we net nog gehad, een hot dog. Alright, en de laatste sack, denk ik. Let's go. Richard Strauss uit Duitsland. This leading German composer of operas and symphonic poems was arguably the best known for the piece. Also sprach Zarathustra? Oh. Whether or not he ate hot dogs is unknown. Hey, weer Gustav Holst. Je kan ook dubbele krijgen. Oh, allemaal dubbele. J. Strauss de Tweede. Uit Oostenrijk. Sadly, his baboon-like facial hair prevented him from eating hot dogs. You what? Polidoro da Caravaggio. 16th century Italian painter who painted what may have been the first artistic depiction of a woman playing a trombone. Okay. Rachmaninoff. This leading Russian-born composer, pianist and conductor was one of the most popular of the late Romantic period. When he ordered hot dogs, he'd request them as long as my name, please. And everyone would laugh. Fucking droog. Ik vind het nog leuk ook. Arthur Pryor. He could eat 9 hot dogs in one sitting. Holy shit. Vandaar dat die hot dog ertussen zat. And a mouthpiece. This is where it all begins. The part of the trombone where your mouth goes. Don't put your mouth on the other parts. Without this, you've got nothing. If you ever see a mouthpiece in real life, try blowing air into it. Oh, daar hebben we hem weer. He strove to create uniquely Russian music and therefore refused to eat hot dogs. Beethoven! This influential composer and pianist, best known for his symphony number 5, lost his hearing late in life, possibly as a side effect of eating 50 hot dogs in one sitting. Holy shit, hij kon er 50 eten. Gewoon eventjes, hoppakee, 50 achterover. Man. Mooi hè, die trombone geschiedenis. As an American, he probably ate a ton of hot dogs and the trombone itself. Without the trombone, none of us would be here. It is the glue that binds us together and the force that keeps us moving forward. Often called the baboon of instruments. It is the alpha and the omega. Oh, nog één. Alright. Bach! Johann Sebastian Bach is widely considered one of the most influential composers of all time. Partly due to his baroque compositions, but mostly because he invented the hot dog. Kan helemaal niet. Die hotdog was sinds 1400. Fucking jokes. De basklef.
Favorite clef of the primordial baboon Buzzmaster Ben. This clef represents dark, but there can be no dark without light. And Mozart. Prodigious Austrian composer of more than 600 pieces. One of the most well-known classical composers of all time. He could eat up to 30 hot dogs in one sitting. Holy shit, man. What is dit voor battle, joh? En de hotdog weer. Kijk, hier. Zie je? He invented the hotdog. Kerel is in 1685 geboren. Hotdog 1421 present. Dus hier is niet correct. Mozart slechter dan Beethoven. Ja, 50 hotdogs Beethoven. Mozart maar 30. Ja. Nou. En zo hebben we... Hè? Je kan ook poep verzamelen. Nu hebben we een kaartencollectie. En daar missen nog een aantal. Oké. Okay. Ik denk niet dat je daarmee dingen unlockt. Wat is baboon? Oké. Okay. Ik mag er 2 weghalen, maar niet meer. Moeten we die uiteindelijk... Oh, je moet 4 keer een S halen om die te unlocken. Fuck. Daar staat een S. Shit, maar ik ben daar niet zo goed in. Nou ja, kom maar door met die makkelijkste dan. Shit met een S? Welke kunnen we wel S halen, denk je? Ballgame. Easy. Easy S. Warm-up. Had ik die geen S? Ik wil 4 S'en nu. Kom daar! Oh my god, is dit een baseball... fucking baseball game? Allemaal klassiekers. Maar ja, hey, trombone is ook een klassieker. Oh, er worden baseballen naar mij gegooid. Voor de Amerikanen met de hotdogs. Oh, dat was echt mijn best. Please. Let's go. Let's go. Ja, ik wil ook meteen weten wat er achter die banaan zit. De warm-up hadden we maar in B. Nou, dat moet beter. Die is maar 1 ster qua difficulty. Sorry, ik moet even de warm-up beter doen. Ik heb nu geleerd. Dat was ook toen nog inverted en zo. Komt goed. Even een warm-up. Kijk hoe mooi dit klinkt. Mijn trombone jongen is happy. Komt ie. Yes, I'm warming up my trombone. I'm warming up. My trombone's getting pretty warm. Yes, my trombone's getting warm. My trombone's getting warm. I fully warmed up my trombone. Yes.
Yes, I worked up my trombone. My nightmare is over. Woe. Ik las het, hè? Ik las gewoon mee met de lyrics aan de onderkant. En ik zong zelfs mee. Nou, als dat geen mooi ding is. What the fuck? Dat ding, dat is gewoon helemaal... Nice. Hey, nu kan ik wel 4 S'en weghalen. Bravo, dankjewel. Dankjewel. Kijk, nu gaan we naar de baboon. Ik ben benieuwd wat we hier kunnen doen. Oeh, dat rijmt. Gaat goed. Hey. Hallo? Kan je niet oppakken? Nee. The fuck is dat talk, jongen? Oh, fuck, Jezus. Oh my god. Ugh. Tranen in mijn ogen hiervan. That was just a funny jumpscare. Arst thou the one who had been knocking on my little hatch? Ja? Oh my god. Ah, thou art truthful, that is good. Is a knocking not what hatches are for after all? Precies. I seek the trombone champ. Is thine wish to become the champ? Sure. Geef mij maar de trombone champ. Dat is goed nieuws. Allow me to introduce myself. I am the primordial baboon. Toothseeker Tom. Allow me to show you something. Feast thine eye upon the tooth vessel. Oh, the... What is this? What is it for? How does this affect my life? There are questions for which I have long since forgotten the answers. My bad. But I do recall the tooth vessel required tooth, feed the tooth and the cleft shall awaken. That's why it's called the tooth vessel, you see. It's literally a vessel for tooth. Ja, wat kut. We hebben die toets allemaal verbruikt aan kaarten. Tegen ons zeggen dat we niet mogen gokken. Hey. Ik probeer het even uit. Fucking hell. Nou, kom maar door met die allermoeilijkste dan. Ga maar weer mij uitlachen. Krijgen we daar dan nieuwe dingen van? Als we die vullen? Ik denk het wel, hè? Maar kom maar door. Ik kan de moeilijkste wel. Welke is de moeilijkste? Tromboon Vuerte? Welke heeft max sterren? Er moet toch eentje wel max sterren hebben, zou je zeggen. Nee, er is geen eentje met max sterren. We hebben alleen gladiators, 2 sterren er vandaan. En de Vuerte. Die is 1 ster er vandaan. Wat is die eine kleine? Nou, die doe ik wel als eerste inderdaad. Die is nog wel makkelijker. De serenade was written for strings, but we've added trombone and trap dumps. Dit is van Mozart. Oké. Okay. Ken ik vast wel. Ik ken alleen die titels allemaal niet. Maar hier komt ie. Mozart. Eine kleine. Gespeeld door mij. Dikke trap erbij. Thank you.
Kijk hoe ineens ik daar ook uit. Ik vind die kleine moeilijk altijd. Goed gegaan. Dit was echt heel slecht. Zo, bijna A. Oh, valt nog wel mee. Maar wel veel nasties hoor. Holy fucking hell man. This is crazy. En dan gaan we nu die moeilijkste. Ik doe het niet na. Nou, echt is ook echt veel geblazen hoor. Echt veel blazen is het. Je wil niet weten hoe erg je moet blazen. ik ga hem doen. De moeilijkste. Oh, de drums bedoel je? Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Je bedoelt de trap drums. Oké. Okay. Hey, die is 1 ster. Deze is gebruikt in 2001 A Space Odyssey. Oké, okay. Maar ik ben op zoek naar die ander. Deze. Dit is een dit is composed door de developer zelf met veel slides. And it's gonna be great. Hoor maar. Dit is veel te moeilijk! Nee, dit lukt me niet. Sorry, ik geef het op. Ik geef het op. Ik geef deze op. Dit is te moeilijk. Nou, dat ging best goed. Harder blazen. Nou, ik blaas heel hard. Maar op een gegeven moment hield ik ermee op. Ik vond hem echt moeilijk. Doe maar even die moeilijk of die minder moeilijke. Blies. Blies, blues, blaas. Skip to my loo. Gladiators was de circusmuziek. Doe maar nog een moeilijk liedje. Ik kan makkelijk de moeilijke aan. Makkelijk, meteen overconfident. Nee, kom goed. Oh god.
Dikke statement hier, hè? Ik ben blij met B, hoor. Ik ben gewoon perfect blij met B. Maar dat was echt... dat was clownmuziek. En dat maakte het extra clown. Nou. Skip to my Lou. Bring it. Ik ga ze allemaal doen. Beast wilde even promotie maken voor zijn OnlyFans. Waarom vind ik het zo moeilijk als ze zo klein zijn? Dit was heel populair tijdens Abraham Lincoln. Ah, wat fucking! Ik schrik me dood van een vrouwtje, joh. Ja, ik vind het heel moeilijk om te deassociëren met het liedje. Dat ik ook niet per se het liedje goed ken, Dave. Dus dat is nog moeilijker. That was no good, man. Dat liedje is van voor mijn tijd. Ja, zelfs van voor jouw tijd. Kun je nagaan. Oh my god, man. Ik ga helemaal stuk. Vaag Junior, dankjewel voor de resub. Dankjewel voor de 54 maanden. Ik apprecieer je. Hij zegt, je Fauna Boy is gewoon 4,5 jaar gesubbed. Dankjewel voor de 4,5 jaar. You are the best. Dankjewel voor de aanhoudende support. Hoop dat alles goed met je gaat. En zonder de support zou ik dit niet eens kunnen doen. En ja, je ziet het. Het is om mijn lijf geschreven. Ik bedoel het content creator dan en niet het trombone spelen. William Tell. Oh my god, ik vind het echt geniaal. Dit is zo... Oh. Dit is zo fucking goud. En volgens mij klonk het echt heel goed. Holy shit, volgens mij klonk dit echt heel goed. Oh. Geniaal. Dit is echt ongelooflijk goed spel.
Max Tundra heeft deze gemaakt, de Longtail Limbo. Die ga ik ook even doen. Oh man, wat ben ik een goede trombone speler. Had ik nooit verwacht. ik ga echt helemaal stuk. Ik denk dat er wel mensen zijn hoor, die alles op S hebben. Nasty betekent niet goed trouwens, dat je dat even weet. Oh, hoor dit. Een soort all-stream voor kinderen van de sticht. Dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Trombone spelen is fucking epic. Dat is het meest epische wat er is. Nee, wel een A. Ik ben tevreden met mezelf. Nou, dit is in 1 sterren. En deze ken je van 2001 A Space Odyssey. Als je die film ooit hebt gezien. Daar komt hij. Kijk, ik heb een mooi pakje aan. Dit ben ik. Ja, ja, ja. Dank u, 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 dank u. Ik denk dat we die goed hebben gedaan. Ja hoor, die hebben we goed gedaan. We hebben zelfs een achievement. De Warenstijden reclame. Ik heb het geluid hier thuis maar wat zachter gezet. De buren kwamen vragen of ik auditie aan het doen was voor de Jostie-band. Hey, maar dat is heel goed. Ik ben heel goed tromboner aan het spelen. Holy shit. Nou, en dan eindig ik hem even met baboons. Dan ga ik kijken of ik genoeg munten heb voor die, die pot. En kijken wat je daarvan krijgt. Alright. De baboons.
What the fuck? Jongens, jullie familie. Dat was nog heel cool. Speel je nog veel in voetbal? Ja, maar zeker hoor. Jazeker. Altijd, hè? Teun 33. Heel toevallig dat je dat zegt, want kijk naar Spobot. Als je even op dat linkje drukt en je drukt even op een device waar je graag je voetbal wil spelen, al speel je het al, dan zou ik heel erg lief vinden. Een man met alleen een trombone bij zich staat op Schiphol om in te checken. Vraagt de vliegtuigmaatschappijmedewerker, geen koffers? Nee, wij spelen alleen eigen nummers. Oké, die is leuk. Die is leuk, dankjewel voor je support. Oh god. Die is wel grappig. Nee, maar als je daarop drukt, op die link, iedereen, dat is leuk als mensen dat doen. Ook al speel je het spel niet, of wil je het spel niet spelen. Maar wel even al klikken op zo'n gamepage. Dat zou heel cool zijn. Want daardoor hebben wij 12.000 eFootball coins. Dus wij hebben 12.000 munten gekregen van Konami. Dus dan vind ik het ook wel leuk om dat te promoten, die game. Hebben we weer wat om te openen. 12.000 coins. Baboon. Heerlijk, die humor. Ja, ik hou er ook van, hoor. Ik hou er ook van. Tering. Waar moet ik op drukken? Op die link van die Spobot. Laatste Spobot bericht. game.page/efootball2022@spooky16l. Of uitroepteken efootball doen. Dat kan ook. Nou, wat krijg je? Je wordt wakker. Dan krijg je een kistje. What the fuck? Wat is dit, joh? Nee, voetbal in het Engels, vriend. Moet ik hem 98 keer indrukken? Nee. Wat? You played the video game a lot and you unlocked a thing. Ik heb een karakter unlocked. Dus het is wel om dingen te unlocken. Maar dit is echt kut. Fuck dit. Wat heb ik nu unlocked? Een karakter. Waar is die karakter dan? Oh, hier. Wat heb ik nou aan een polygoon karakter? Nou. Ik maak het nog even af en dan heb ik genoeg van. Maar het concert gaat nog even door. Wat heb ik hier aan? Nu ben ik gewoon niet te zien. Wat is dit allemaal, joh? Ik heb hier voetbal ook weer even gehad. Ja, maar druk tonde maar even op die link. En dan gewoon op Steam. Want dan ga je gewoon naar de Steam-pagina. Maar dat zien hun.
Dus wil je vaker dat ik mijn voetbalstream packs kan openen? Hoe meer ze dat zien, dat mensen erop hebben gedrukt. Hoe meer kans ik heb om weer 12.000 coins te krijgen. Dankjewel, Rink. Zeg maar, je hoeft niet eens te drukken om hem ook nog te activeren. Gewoon überhaupt die pagina openen, weet je wel, via die link. En dan, kunnen hun dat zien. En dan denken hun mogelijk van, we geven hem nog een keer 12.000 coins. Dus dat is wel nice, dat we dan gewoon een leuke pack opening kunnen doen. Laten we kijken morgen in de namiddag. Morgen in de namiddag doe ik e-voetbal. Zijn dat die pakketjes kwijt? Ja. En we hebben er 12.000 van gekregen. We hebben er 12.000 van gekregen. 12k. Je hoeft het niet te installeren hoor. Ook al moet ik dat eigenlijk zeggen. Maar dat zeg ik niet. Help me gewoon. Druk er gewoon heel even op. Dankjewel. I appreciate it. Tromboonskeis is een elektronische track. En is an attempt to capture what it feels to play a trombone. Dus deze probeert te laten voelen. Dit is hoe het voelt om de trombone. Dankjewel, Straight Jacket. I appreciate it. Iedereen die dat doet de komende tijd... Ze verstaan toch niks van mijn stream, dus ze kijken gewoon naar de kliks. Dus überhaupt, als je mensen hebt die even willen klikken en even willen kijken, het helpt mij ook weer even. Ik vind het niet erg om dat te reclame voor die game te geven als wij daar ook beter van worden voor de content. Why not? Ik vind het best een leuk liedje. En laten we ook hopen dat er dan mooie packies komen morgen in die voetbal. Want we kunnen all out gaan. Dus ik hoop stiekem dat Cruyff nu komt. Het wordt of Bayern München. Of het wordt Arsenal. Of het wordt Barcelona. En bij Barcelona zit er een Cruyff epic card. Dus het zou wel mooi zijn als ze nu met Barcelona gaan. Het seizoen eindigt ook. Of in ieder geval de eerste fase van dit seizoen eindigt. De ratings worden weer reset. Dus ik ben benieuwd morgen. Kan ook gewoon natuurlijk een dikke database upgrade zijn. We zullen zien. Laten we hopen op iets leuks. Klinkt niet helemaal zuiver, maar ik vind dat we best goed doen. Hey, een hele fijne avond, Rink. Dankjewel. Ik vind het een heel mooi... Sorry, dat deed ik eigenlijk te lang. Dat mag niet. Ja, ik mis ook zijn lichaam, man. It doesn't look cool. Ik vind het jammer dat dat dan een unlock is. Like, what the hell? Dat is toch helemaal niet stoer? Dit is toch veel stoerder, gewoon zo'n guy'tje. Hier, we maken de Hornlord. De Horny Lord met zijn tromboner. Boom. Hebben we eentje nog niet gedaan? We hebben de Old Langsin nog niet gedaan. Ik ga ze wel allemaal even één keer doen. Oeh, die ziet er wel gek uit met de hexagon. En dan ben ik tevreden voor vandaag. We hebben weer een lichaam. De kampioen. Wij houden van oranje. Alle daden en zij doen.
Oh god, zonder instrumenten. Goed, we even mooi klikken. Geen aard, wat jammer nou. Oh my god, nou. Hey, als jullie nu niet weten wat een trombone inhoudt... Ach, we hebben ook nog het ska-liedje. Is dat het laatste liedje? Hebben ze dan alle 20 gehad? Ja hoor. De laatste, ska-bird. Max, Max, Super Max, nee, die zit er niet bij. Oh my god, ik had toch geen ska? Ik val steeds van mijn bureau af met mijn muis. Okay. Nee hoor. Tering. Ik zie je niet hoor. Wat een lang ding ook joh. Onmogelijk. On-freaking mogelijk. Ik speel niet eens, het gaat snel voor mij. Ja, voor mij gaat dit ook veel te snel. Je kan het gelukkig op 60% spelen als je wil oefenen, maar... Fucking hell, daar klinkt dan toch ook helemaal nergens naar. Mijn trombone klinkt gewoon als een trom... Slapper. Gewoon echt slap ding. Tjonge, jonge.
Nou, hebben we nog genoeg voor nog een unlock? Kunnen we kijken wat misschien cooler is? Ja. Gooi het erin. Hehe. Ik heb helemaal een RSI-hand. Of hoe noem je dat? MSI? Oh nee, dat is een merk. Precies. Als een tromboner zonder boner. I tried my best, hoor. Ik heb echt mijn best gedaan. Oké, nou. Oh, shit, sorry. Kan ik niet gewoon... Oh, je moet hem echt indrukken. Ik heb geen autoklikker. Wat krijgen we? Sound set muted? Wat betekent dat? Dat je geen trombone hoort? Wat is de sound set muted? What does this mean? What does this mean? Het mute letterlijk de sound. But why? Dat is het grappigste aan de game. Oh, voor mensen die gewoon... Daar zit zo'n plopkap op. Het mute niet letterlijk de sound, maar er zit een plopkap op dat ding. Dat is zo'n lelijke tromboner. Gadverdamme, wat een lelijke boner dan. Alright, jongens. Ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn. Bijna anderhalf uur. Ik ga nog heel even Fall Guys spelen. Spijt me. De tromboner is done. Ik ga even een paar potjes Fall Guys spelen. En dan ben ik done. Holy moly cannoli. Ja, we hebben dus morgen hebben we dus heel veel coins gekregen van Konami. Ik heb een tromboner. Nou, that was crazy, man. That was crazy. Dus wij kunnen aan de slag. We hebben een coin present. Special present from the team. Dit kreeg ik gisteren binnen. 12.000 coins. Dus we kunnen in die voetbal morgen kunnen we in ieder geval, als er een leuke packie is, kunnen we gaan openen. Want we hebben 12.000 coins. Dus dat is wel nice. Dus Pinky, dat wordt leuk morgen. Hopelijk, als het een beetje leuke content is. En wat goed dat je hebt gewonnen. Goed resultaat, man. 8-1. Ik ga heel even in Fall Guys. Het spijt me voor de tromboner fans. Maar het is heel even tijd om nog even in Fall Guys te gaan. Eventjes 2 of 3 potjes te spelen. En man, mijn brein is letterlijk melted van de tromboner. Konami Gunners. Nou, het is gewoon een... En hoe heet het, hoor? Een promotion. Hulp nodig bij het niet winnen? Ja, hoor. Ik wil wel even duo's doen of zo. Of whatever. Maakt mij niet uit. Ik moet gewoon even wat XP. Ik heb trouwens heel weinig duo's gedaan, dus... Het liefst niet squads. Zo. Even muziekje aan. Heel even muziekje aan. Dit is geen tromboner muziek, dus sorry. Hey, we hebben in ieder geval elk liedje 1 keer gespeeld. Hoor ik nou geen muziek? Oh jawel. Maar ik ga dus niet al te lang. Heel eventjes. Oeh. Man. Weet je dat ik gewoon ook mijn adem inhoud. Dat is heel kut. Als ik trombone speel, ga ik mijn adem inhouden. Dan ben ik aan het simuleren dat ik gekhuis. Echt gekhuis. Take me out to the ballgame. Vond ik wel een lekker nummertje. Yo, al die baseballs die daarachter komen. Crazy is dat.
Crazy Shizzle. Man, man, man. Really crazy shit allemaal. Oké, ik kom even tot rust. Maar wel heel cool, Raymond. Echt heel cool. Ik vind het wel een vette game. Ik ben echt fan van de game. Waarom gaat dit nog steeds niet weg? Show selector. Oh, Extreme Squad Shows is zo leuk. Maar ik doe even duo show. Ah, man. Hey, ik ben trots op je en je team, Pinky. Heb de demo toen gecomplete omdat ik anders het gevoel had dat mijn leven gefaald was. Snap ik wel, dat heb ik nu ook. Dat heb ik nu ook. Ik heb niet alles in S gehaald in de full game. Daar baal ik wel van. Maar ja, hey. Ik ben nog een tromboner in wording. Een tromboner in opleiding. Dat ben ik. I am tromboning in opleiding. Nou, wat een gedoe, hè? Vandaag over Rusland en zo. Holy shit, man. Is die Poetin gek geworden of zo? Heel veel Russen die ik over het internet ken zijn helemaal in paniek en over de rooi. Crazy shit, man. En vanochtend ging er ook iemand dood. Want die viel van de trap. Iemand van Poetin zijn generalen ging dood. Omdat die viel van de trap of zo. Iets in die richting. Eerste 3 uur kreeg ik echt stress van het spel. Daarna wordt het veel makkelijker. Ja, dat geloof ik ook wel trouwens hoor. Oeh, dat is een coole shortcut. Hey Robin! Ben je veilig thuis? Of ben je gekidnapt? Steek 3 vingers op. Ik bedoel, steek 3 duimen op als je veilig bent aangekomen. En ben je ready ervoor? Ik ben al lang veilig thuis. Oh. Oh, sorry. Dan zat ik heel lang op een WhatsAppje te wachten. Oeh, dat is een gekke. Brief ingekregen voor het oppassen. Oh, damn. Een heel handboek en zo. Van zo moet je met het internet omgaan en zo. Nee, dat zie ik. Dat je geen berichtje hebt gestuurd. Daarom vroeg ik of je veilig thuis was. Oh, voor de zaak. Oh, ja. Well, you got this. Nu ben jij de baas. Damn. Nu ben jij de baas. Holy fuck. De boss, boss. De boss, lady. En dan kan je zo... ik weet niet of jullie een achterkamer hebben, maar dan kan je zo in zo'n grote stoel... Kan je dan zo gaan zitten en dan kan je zo 2 van die watjes in je... Zo hier in je... Wangen. Doen. Watjes in de wangen. En dan weet je wel wat je kan spelen als de big boss. Robin was toch al de baas? Ja, over jou ja. Er is zoveel shit nu in de wereld, ik hou het niet meer bij. Ja, true. True, true, true. Hoorde dat 1 minuut douchen nu ook gelijk staan aan 1 euro. We hebben even te veel. Ja, en al die livestreams op Twitch van al die Russen die hun gas aanhouden. Ik heb daar even nog wat verder in gekeken. Dat is echt crazy, man. Sommigen die hebben dan 1,5 euro voor een hele maand. 24/7 hun heel gasfornuis aanhouden. En dan laat ze dat dus aan op stream om te laten zien van... Kijk Europa. Bij ons is het nog lekker goedkoop. Waar is Poetin bang voor dat ze Rusland gaan overnemen? Nee, dat hij verliest. Dat zou voor hem defeat betekenen. Dat wil hij echt niet laten gebeuren. Beste man, die wil echt niet de Krim bijvoorbeeld wordt overgenomen weer. Opnieuw. Door Oekraïne of zo, weet je wel. Dat zou voor hem en...
het beeld van hem, dat zou desastreus zijn. Maar ja, enorm veel chaos nu. Heel veel mensen willen het land uit. Want heel veel mensen zijn natuurlijk ook niet eens met de oorlog. Want ja, heel veel Russen zitten ook gewoon aan internet vast. Ja, dat bestaat, internet. Crazy. Ik ben altijd de baas. Je bent wel een baas ook. Maar dan kan je net zoals in The Godfather. Are you talking to me? Oh nee, dat is iets anders toch? Dat was niet The Godfather. Lavrov heeft nu 4 uur geleden gezegd dat de USA risico... De USA riskeert dat het een echte public enemy wordt. Dat het een combatant in de Ukraine war gaat worden. Put out. Poetin heeft geen input meer. Dikke sigaar in de bek. Ja, precies. En dan gebeurt er ook in de achterkamer. Gebeurt er dan ook ineens allemaal deeltjes en zo, weet je wel. Hey, ik hoorde dat die plaats waar ik altijd ga staan, wat ik echt uit mezelf doe, dat daar altijd de juiste is. Maar deze altijd de juiste is, dat hoorde ik. Maar ja, je kan er niet altijd op staan. Dat is kut, door dat kutding hier. Maar ik stond hier altijd al. En dit is weer de juiste, ja. That's crazy. Maar ik stond hier altijd al. En nu hoorde ik dat het een exploit is. 2 man duwen mij eraf. Ja, hier ook. Mij ook, wou ik zeggen. Shit, ik heb nu niet goed gekeken. Ster en ding. Maar ik sta weer op de juist. De Wally guy moet ik voor oppassen. Ja, precies. Die PlayStation guy. Oef, ik had hem bijna. Domme exploit. Damn exploiter. Sorry, domme exploiter. Ja, jezus. Ik ben meteen gewend dat ik weer uitgescholden hier. Maar nee, ik stond hier altijd al. Hé, hey, weer op de juiste. Hé, hey, is die PlayStation guy nou dead? Oh, we gaan niet door. Omdat Baten natuurlijk snel eraf lag. Maakt hem niet uit. Wat ik dan weer grappig vond. Zeggen dat hij de meeste high wapens heeft. Maar wel 2 landlijnen en een fax in de background. 13 plays, ik ben trots. Ja, ben je trots op ons? Dankjewel. Ik ben ook trots op jou. Helaas lagen we er wel uit. Hé, hey, maar van... ja, het is niet goed hoor, wat er vandaag allemaal gebeurt. Ook als world news op Reddit. Zo, dit de voorpagina is... Putin ally dies after falling down the stairs on day of Russia mobilization. Russian anti-war movement Vesna calls for nationwide protest against mobilization. Dat is dan weer mooi nieuws. Biden accuses Russia of irresponsible nuclear threats, violating UN charter. Latvia says it won't offer refuge to Russians fleeing the mobilization. Lavrov warns the US at risk becoming a combatant in the Ukraine war. Flights out of Russia sell out after Putin orders partial call-up. Protest against mobilization announced in Russia. China calls for ceasefire in Ukraine. And many Russians seek ways out as call-up orders arrive. Pope Francis says it is madness to think of using nuclear weapons in Ukraine. Gekkigheid. Als dat al je... koppen zijn van vandaag, dan was het vandaag geen goede dag, kan ik je zeggen. Ja, Baten heeft de Master Chief. Goed, hè. Die wou ik ook. Maar nu, die heb ik niet. Nu voel ik me sad dat ik die niet heb. Nu heeft Baten positief kudo. Zolang ze niet nucleair gaan schieten, vind ik het best. Ja, ze mogen wel met normale kogels gaan schieten op je. Jouw rode helmpje is ook mooi.
Dankjewel. Dat waardeer ik. Dat waardeer ik. Ik ben gewoon de Master Chief. Ja? Met een ballerina rokje. Nee, dat zei ik niet, maar wel lief. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt hoor. En als er nucleaire wapens komen, zei ik ook tegen Robin, dan wil je in het midden staan van de blaastradius, niet aan de zijkant. Je wil er het liefst uit, natuurlijk, dus dat het je niet schaadt. Maar je wil echt niet op de rand daarvan. Hoe ver je op de rand bent van de radius van de nucleaire bom, hoe kutter je dood is. Of net niet dood. Of ja, precies. Je wilt liefst meteen dood dan. Je wilt meteen in het midden gewoon verbrijzeld worden. Je wil hem gewoon op je hoofd. Letterlijk op je hoofd wil je hem gewoon balanceren. Op het moment dat jij zeg maar echt dat zijkantje pakt en je brandt door de radiatie en je blijft levend en ugh, of net een tijdje heel even levend en dan overlijd je. Oh. That's a lot worse. Ik koop hem wel terug naar Rusland. Gelukkig is mijn hoofd groot genoeg om die bom op te vangen. Dat is wel heel netjes. Dat is heel erg cool. Waarom vinden we geen potje? Holy shit. Kunnen we dat ook rebooten? Want we vliegen te lang. Wij vliegen. Zoals we hopen dat de atoombommen blijven vliegen. Als ze wel worden afgevuurd ooit. Nou ja, doe maar nog een keer proberen. We vallen door de infinite portal loop. Maar dit is Halo. Dit is geen portal. Oh mijn god. Kom op. Halo Infinite. Oh, dat is de grap. Die had ik niet door. Daar was ik te dom voor. Just two guys falling. Fall guys. Ja, nog steeds. Ah. Ik had hem gewoon even moeten jinxen. Op het moment dat ik iets zeg, dan jinx ik. Moet je maar niet afgeleid raken door wat ze. Ja, jij gaat ineens zeggen dat je veilig thuis bent. Oh mijn god. Na fucking 1000 jaar. Dat wilde je weten toch? Ja, maar dat weet ik toch. Dat heb je toch hier gezegd op de livestream. Alright. Let's go. Ik doe ook niks goed hè vandaag. Oh, je bent echt een hater vandaag. Je bent echt een hater. Morgen even resetten, oké? Even factory reset. Binnen grapje. Je was wel lief vandaag. Ja hoor, maar ook een hater een beetje. Maar nu doe je al zo. Dit is grapje. Dat zeg ik voor mezelf. Waar is Baten? Is Baten al voor mij? Rijdt Baten al goed? Sorry. Ik zag een mug. Maar hoe komt een mug binnen? Like, ik heb de ramen helemaal niet open gehad. Want het is nu warm genoeg om koud genoeg om de ramen dicht te laten.
Wow, dat was onverwacht. Ik heb nog nooit die modifier hier gezien. Holy shit. Oh, helaas. Ik word niet eerste. Die guy wel. Maar ik word wel tweede. Ja, alleen maar grapjes vandaag. Ja, maar daarom zei ik. Ik zei het voor mezelf. Dat zijn grapjes. Dat is plagen als grapjes maken. Hoppakee. We gaan door. De top 20 kwalificeert. En wij staan op 3 met 99. En wat is mijn lucky number? 9. Hoe meer 9's, hoe beter. Dat klinkt een beetje gek, maar... En als je dat omkeert, dan heb je allemaal 6'en. Nou. En dan ben je weer bij Robin. Aan het juiste adres. Lekkerheid. Dat is wel cool eigenlijk. Holy shit, ik vind dat wel vet, Robin. Ik had daar nog niet eerder bij stilgestaan. Maar nu stond ik ook niet stil, want ik zit. Voordat dat weer begint. Maar dat vind ik wel vet. Omdat ze de duivel is. Ja. Klopt. Hou op, hoor. Ik weet hoe jij bent vandaag. Hou op. Oh my god. Ik heb echt helemaal hoofdpijn gekregen van dat trombonespel, hè, jongens. Holy shit. Het is niet normaal. Daarom keek ik zo scheef. Devil in disguise? In welke guise ga jij? Disguise? Nee, Fall Guys. Baat had hem ook. Leuk, leuk. Leuke humor. I like it. I like the humor. Dat is echt epic. Hey, deze Space Race, die ken ik nu al. Nee, maar daarom focuste ik zo. Ik vond het echt moeilijk om erop te focussen. Ging heel snel voor mij. Maar we hebben alle 20 nummers hebben we een keer geprobeerd. Dus dat was wel heftig. Ik had ook niet verwacht dat ik zo lang door zou gaan. Maar het is toch ook wel weer best wel leuk, zeg maar. Maar ik vond het ook heel grappig soms hoe mijn... God, ben ik nou weer degene die bepiepeld wordt hier. Ik vond het ook wel weer... Hallo. Dat was onverwacht. Ik wist niet dat dat een ding kon zijn. What the fuck? Great minds think alike. Dat is wat ik altijd zeg. Omdat je ook great mind hebt. Oh, nice. Kunnen we een lijstje maken? Dan weten we meteen met... Ik zou ook even springen. Oh. Volgens mij wil ik hierop staan, of niet? Nou, best wel, volgens mij. La la... Akia Hava. Akia Opsaplas. Come on, man. Bata, you got this. Ja, Bata got this. Er worden lekker wat punten. Nee, niet stilgestaan. Gaat die stil? Oeh. Net voor echt een hele grote lijst aan mensen. I like it. Dat je daar nog voor kwam. Ik kan niet meer praten. Ik ben... uitgedoofd voor vandaag. Je wou trombone spelen daar. Oh my god. Je hebt natuurlijk die trombone animatie hier. Waar, ik weet niet waarom ik dit doe. Dit is niet een trombone volgens mij. Dit. Maar ja. Het is alleen maar random. Het is alleen maar random shit hier. Good soup. Dat is wat anders. Ja, ik had het door... Wat een livestream vandaag. En trombone. Heel veel trombonespelers en componisten eten veel hotdogs, hebben we geleerd van het spel. Dat is wat we hebben geleerd. Dat is de moraal van het verhaal van de trombone, Max. En Beethoven, die werd doof, maar die at wel 50 hotdogs in één zitting.
Is dat trouwens echt zo? Mozart was maar een noob, ja. Het ergste is nog, dat is waarschijnlijk nep. En gewoon een joke. Maar dat is hetgene wat ik eruit heb gehaald. Uit die hele game. Die kennis. Want ook Baten weet gewoon nog steeds dat Mozart er maar 30 hotdogs in één zitting kon eten. Wat ik ook heel veel vib, maar... Like, waarom is dat de informatie die blijft hangen? Het is ook nog verkeerd waarschijnlijk. Ja, of niet? Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Hé, hey, word ik nou geprikt? Ik voelde een prik. Oh shit, ik zat al in de... Oh, wij zijn team rood. Oh, er zijn meerdere mensen team rood. Dus we moeten hopen dat andere... Hé, hey, dit is wel grappig. En dat respawn natuurlijk ook weer. Dus dat vind ik wel leuk. Dat je hierop blijft hangen. Goed zo, rood. Wee! I like that. Beet doven? Oh my god, dat is een leuke joke. I like that. Ik dacht dat ik het verkeerd zei eerst. Maar nu snap ik hem. Hij moest even blijven borrelen. En nu is hij geborreld. En snap ik hem. Hij werd wel doof. Dat is volgens mij echt hoor, trouwens, dat hij doof werd. Stop. Hallo, Baten komt even uit het niets. Nee, rood. Uh-oh. Rood. Kom op. Oh, we doen het weer oké. Ik doe het nu niet zo goed. Ik weet niet waar de gouden komen. We zitten zo dichtbij. Oh god. Dit is too close for my comfort. Daar gaan alle spieren die trekken zich aan. Oh kut. Nee. Nee. What the fuck gebeurt hier? 42. Net ervoor. Maar we moeten niet komen. Oh, poep. Oh god. 42. Oh shit. Oh. Geel was veel beter. Rood was niet zo super. Maar we zijn door in ieder geval. Is het een duo show? En dan moet je het alsnog met een heel squad doen. Dat blijf ik raar vinden hoor. Dat blijf ik raar vinden. Hé, hey, maar doen we goed, Baten? Hij werd inderdaad dood. Ja, hij is dood. Hij werd inderdaad doof, maar is overleden aan leverfalen, want hij dronk 1 tot 3 liter wijn op een dag. Oh, dat zijn echte facts. Kijk, dat zijn de echte feiten. Oh my god, dit is kut springen. Maar gaan die ballen ook? Worden die ook affected? Oh my god. Je wil echt duiken, maar dat ziet er zo fucking hilarisch uit. Ga even uit hier. Oh, dat draait de hele tijd om. Holy shit, dit is bleach flolly snal. Wat mooi. Nee, vieze ding dong. Goed. Goed, 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 goed. Ah. Oh. Hoe poepte die hem daar naartoe? Maar niks over hotdogs kan je vinden. Want wij kregen allemaal dingen over hotdogs. Maar ik geloof ook wel echt dat het een joke is, zeg maar. Maar... Internet zegt did Mozart die by eating a bad hotdog? What the fuck? Heeft het wel met hotdogs te maken? Een eigen goal. Een freaking eigen goal. Banaan. Oh my god, ik heb gescoord. Jongens, ik voel me net Ted Lasso. Kut, het spijt me.
Nice. Goed zo, Baten. Oh my god, Baten. Lekker Baten. Oude scoregoaler, precies voor 0 punt. Oh my god, een echte Duitser. Oh, je had niks opgezocht. Je wist dat feitje uit je hoofd. Oh mijn god. Jij bent echt goed. Jezus, Robin. Wat goed van jou. Hij is 35 geworden. Holy shit, ik scoorde de eerste goal met een banaan. Jij scoorde met een bal. Samen maakte banaan en een bal. Uh-oh. Dit is in squads, of niet? Of zijn we echt... Moeten we met z'n tweeën dit doen, Baten? Uh-oh. Dit komt goed. Oké. Okay. Maar met squads is het soms moeilijker. Oh, met z'n tweeën is dit. Oh, dan moet dat wel goed komen. Ik ga het wel verneuken mogelijk. Ik ben hier slecht in. Maar als dit met squads is, wordt het wel wat makkelijk. Maar I get the idea. Dat als je er weer op staat, dat je dan weg doet. I get the idea. Ik heb dat al genoeg gespeeld. Oh, oké. Okay. Echt in squads. Alle 5 rondes. Oh. Mooi. Goed gedaan. Teamwork, jongen. Holy shit. Oh, buitenrand en binnenrand. Doe jij... Nice. Oef. Oef. Oké. Okay. Hoppa. Oké. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wat nog meer? Oh, daar nog 3. Excuses. Oh. We beginnen hier. Dan 1, 2, 3, 4. Dan die kant op voor de omleiding alvast. Dan die kant op. Dan die kant op. Dan die kant op. En dan moeten we daar naartoe. En daar naartoe en daar naartoe en daar naartoe en daar naartoe. Oeh, wij zijn de eerste die zijn gekwalificeerd. Want waar hadden wij een teamwork? Holy shit. Ah, er komen wel mensen nog snel erbij. Maar wij waren echt goed daar, man. Goeie teamwork. Nou, volgens de game bestonden de hotdogs sinds 1400 nog wat. 24 beats, dus ja. Ik volg gewoon wat de game zegt. Ik verwacht dat ik geëducativiteerd word. Door een game die ik koop. Nou, ik heb die game gekocht. En ik verwacht de educatie. Trots? Dank je. Oh, dat voelt ook goed. Het voelt ook goed. That one felt good. Dat is nog geen finale, denk ik, met 4 squads. Oh, zou kunnen. Ik denk wel dat dit mijn laatste is. Dat denk ik wel. Want ik ben een beetje burned out. Nou, niet burned out, maar ik... Oh, god. The first team to get completely jinxed are eliminated. Ik merk dat ik gewoon even rustig aan moet doen. Want ik heb echt gewoon pijn in mijn lichaam van het lachen. Door die fucking trombone. Maar ik heb zo hard moeten focussen. Hey. Ik ben geel. Oh god. Dit is echt gewoon dat we weer in squads werken. Dus de helft gaat eruit. Wat kut. Helemaal kut. Tandenbleken, dankjewel. Gewoon sexy nadenken. Ik kom even Baten met een meneer. Kut. Pak ze nou. Oh god.
God, 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 God. Pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem! Baten zit daar gewoon te chillen, hè? Oh god. Er zitten gewoon twee op mij. Pak hem, pas op, Baten! Oké, okay, hun moeten nog één eraf. Fuck. Fuck, daar zit in die hoek. Pak hem in die hoek. Let's go, Baten, wij zijn hier gepakt. Wat een meester in parkour. Dankjewel voor de 100 bits, Thunderblick. I appreciate you. Boom. Finale. Joker en Olbank. Duurde wel lang, voor mijn gevoel, maar weet ik niet zeker. Spannend, hoor. Ja, dit is wel de enige finale ook van vandaag, want ik ben echt helemaal don. Nee! De tiptoe finale. Die heb ik nog maar één keer eerder gedaan. Ah, man. Dit wordt een spannend einde van de livestream. Tegen een andere squad. Huh? Oh god, vind de lanes. Alles voor mijn jeugd telt, zegt Tandenbleken. Dankjewel voor nogmaals 100 bits. Dat is heel lief. Fuck, ik heb deze maar één keer eerder gedaan. Ik weet wel wat het idee is en dat we dingen kunnen gooien, maar... Gotta just try shit out. Hier dan? Nee, oké, zij kan misschien. Zo snel mogelijk proberen. Oké, daar. Oké. Oh, helemaal rechtdoor. Nee, niet helemaal rechtdoor. Maar wel nice. Dat is makkelijk om te onthouden. Oh, hij pakt meteen de juiste. Weer rechtdoor? Nee. Oké, ik probeer dat aan te vullen. Ik zie veel dingen draaien. Kut, ik had naar links gemoeten. Ik had naar links gemoeten, maar het is die. Ja. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik ga proberen wel. Ja, nice. Kut, wat? We sprongen beide, waardoor ik helemaal eraf viel. Dat was raar. Oh god, dit is gevaar. Oh kut. Ik verduik het, ik wil te snel. Sorry. Ik wil te snel. Waar zijn hun? Oh, hun zijn daar, bij de tweede. Nog maar. Oké, dit was links, links. Oh kut, ik wist het niet meer. Oh my god, zij zijn ook bij de tweede nog maar. Dit komt goed, dit komt goed, dit komt goed. Rustig, rustig, rustig. Hierop. En dan naar links. En dan naar links. En dan naar voren. En dan nog een keer naar voren, denken we. Ja, nog een keer naar voren. Oké, kom op. We zijn bij de laatste punt. En hun zijn er nog niet. Ik wacht even op Baten. Oh shit, kut. Dan gaan we gokken. Midden. Oké. Goed kijken, niet naar links, want die kriebelt. Oh, ik bedoel niet naar rechts, want die kriebelt. En voor kriebelt ook. Dus we moeten sowieso hier naartoe. Maar niet naar die, dus naar die. Oké, Baten, gok. Want dan kan een van ons, kan er op, zeg maar. Ja, go, 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 go. Yes, let's go. We waren nog bij het begin. Dankjewel voor de derde 100 bits. We did it. We have the win. Oh mijn god. Lekker bezig, Baten. Lekker gedaan. Mooie win zo even erbij. Dat is heel stressvol als je die anderen ook ziet. Maar op een gegeven moment raakte ik eigenlijk minder in de stress. Omdat hun nog maar bij die eerste waren. Bij het begin van die tweede. Dus wij kwamen er goed doorheen. Is wel leuk. Leuke finale op zich. Maar wel spannend. Zo, holy moly. Tandenbleken met de 1000 bits. Helemaal regenboog effect, hero. Dat is heel erg aardig van je, Tandenbleken. Dankjewel voor de support. Mede door support kan ik dit blijven spelen. En blijven doen. Alles. Elke livestream en zo. Maar voor vandaag ben ik echt burned out. Morgen in de namiddag ben ik live met eFootball. En in de avond zien we wel waarmee we live gaan. Maar meer... That was crazy. Thanks for games, Baten. Meteen stoppen op het hoogtepunt. Ik heb hoofdpijn gekregen van de trombonespel. Beetje hoofdpijn. Je krijgt 600 shards daarvoor. Lekker, man. Heeft het ook weer nut gehad. Nee, hey. Goed gespeeld. Dat hebben we goed gedaan. That was epic. Hey, ladies and gentlemen, people. Dankjewel voor het kijken naar deze livestream.
Left 4 Dead stream. Misschien slaat dat wel aan. Oh, het maakt mij niet uit wat aanslaat, hoor. Mij maakt het helemaal niet uit wat aanslaat. Ik speel vooral wat ik op dat moment leuk vind om te spelen. Dat is hoe wij het tegenwoordig doen. En dat is ook hoe ik het blijf doen. En ja, iedereen die dat dan ook leuk vindt om te kijken en gezellig met mij wil doen, dat is natuurlijk een bonus en een extra. At the same time wil ik het kunnen volhouden dat ik dit kan blijven doen. En dat ja, wordt geenabled door jullie tot nu toe. Tot nu toe kan ik dit blijven doen. Kan ik dit zo volhouden. Dus ja, alleen maar dankzij jullie kunnen we dat op de mooiste manier doen. En dan krijg je ook de mooiste content van mij. Want ik heb er volledig zin in dan om het te maken. For some reason heeft die TikTok, die highlight van Baten, die heeft 111.000 views. Dus die is echt viral gegaan. Dat vind ik dan wel leuk om te zien. Zo hebben we ineens een hele hoop volgers en likes erbij. Op Twitch gaan we richting de 10.000. We moeten nog 100, of we moeten niet 100, we moeten nog 97 volgers, dan hebben we 10.000 Twitch volgers. En ja, cool allemaal. Leuke dingen. Ik doe altijd mijn best, 24-beat. Altijd. Maar dat komt dus omdat ik echt kan maken wat ik wil maken. Qua entertainment. En dit was echt crazy. Die Trombone Champ, wat een game. Maar ik ben er helemaal door al dat gefocust. Op een gegeven moment merkte ik dat gewoon dat het gewoon zo snel voorbij ging. En ja, dat hoorde je misschien ook wel aan de trombone geluid. Ook nog even Fall Guys kunnen spelen. Ik ben helemaal happy. Maar die Trombone Champ is zeker wel een Game of the Year contender voor mij. Ik vind dat zo ongelooflijk grappig. En hij is 16 september uitgekomen, dus 6 dagen geleden. Hij heeft very positive reviews. Nou, echt. Hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Ga je de nieuwe Outlast game spelen, denk je? Oh, ik ben niet zo van de horror. Ondanks mijn naam. Zeg maar, ondanks mijn nickname ben ik niet zo van de horror. I'm sorry. Maar is wel heel cool. Is dat niet een soort multiplayer ook nu? Zeg maar, een soort alles samen. Ja, co-op. Ja, dat was het. Ja, mogelijk. Allemaal even kijken. Maar leuk, je kan altijd wel de suggestie doen. Dan kan ik altijd even weer rondkijken of ik daar zin in heb. Altijd leuk, toch? Altijd leuk. Hey, thanks voor de support. Geniet van je avond of je nacht. Als je deze nacht doorgaat nachtuilen omdat je een nachtuil bent. De nacht is cooler dan de middag. Dan geniet nog van je nacht. En ga je slapen zometeen. Lekker slapen. Geniet morgen van de dag. En morgen ben ik weer live. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant! Oh, je zet Piet. Wow, Skeptic! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! What? Oh,
Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Pas op voordat je het doorziet. What the hell? Daar gebeurt het niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja, dat hielp ook nog. Wat doe ik? Waar ben ik? Wat? Wat doe ik? Oké! Nice! Ja, Rijnbouw! Het is een spel! Het is een oh. Oh shit! Hoe kreeg je dat doen? Dat is insane! Kunnen ze dat opstorten? Oh! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Kom op, ook zee! Nee! Wat? Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.